Wat ik je wil zeggen. Het idee ontstond als een wild plan op een regenachtige zondagnamiddag. Het geheel gezien vanuit een hoger plan. En ik ben het middel, het instrument. Nu begrijp ik ook je voorstel. Ik heb er de laatste dagen veel over nagedacht. En ik zal er nu mee beginnen. Hoi, met Bart. Hallo. Ik zie om 8:30 afspraak met Björka. Oh, leuk. Leuk, ja. Ze komt er zo aan. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Achteraf, denk ik, zijn er signalen geweest die eerste 18 jaar. Maar dat is achteraf gepraat. Ik ben beschermd opgevoed, in alle veiligheid, met een statisch wereldbeeld, met een uitgestippeld traject van doorleren. Je moest het hart niet hebben om niet je best te doen. Dat was het onuitgesproken devies. Daarvoor bestond aandacht. En niet voor emoties of lichamelijke warmte. Thuis werd ik versleten voor een stijve knuppel. Dat werd me goed ingewreven. Dat was ik voor mijn gevoel ook.
verantwoordelijke in de financiële wereld blijf en vragen stellen. Medewerkers en bazen van, zoals hier, Goldman Sachs, stel en vragen. Mijn ouders hebben hun best gedaan om me te leren schaatsen en voetballen. Dat schaatsen ging niet, omdat ik voortdurend door mijn enkels zakte. Voetballen ging ook niet goed. Ik dreigde vaak over mijn eigen benen te vallen. Bij gym deed zich hetzelfde patroon voor. Ik was de jongste en hoorde niet bij de brommerrijdende, rokende zittenblijvers met stoere verhalen over het versieren van vrouwen en bier drinken. Ik was de bolleboos, de professor. En bungelde erbij. Er is wel eens een docent geweest die vond dat ik motorisch gestoord was. Achteraf denk ik dat hij wel gelijk had. Motorisch gestoord. Hey. Hoi Jan. Ben je fijn dat je kan komen? Hey. Wil je het zien? Hoe is het? Je bent toen bij mij... Jullie zijn toen bij mij gekomen rond, ja. Toen het, In 2008. Sorry, wat zei je? In 2008. En dat was eigenlijk toen dat je samen met Anne kwam. Zo heb ik jou eigenlijk leren kennen. En toen ben ik bij jou blijven hangen. Ja. Ja. Toen ben je voor mij blijven hangen. Nou ja, ik denk dat het nuttig was om met jou mee verder te lopen, toch? Ja. In wezen. En dat was toen toch weer toen dat afliep de discussie over het scheiden. Dat ja. En heb het over gehad van dat verder wilde gaan met jou nemen, van ja. Op een gegeven moment afkomen. Ja, ja. Ja, in die gesprekken was je dan kwetsbaarder als dat je toen je alleen was. Heb ik je ook leren ervaren als sterker. Ik denk tot nu toe blijkt dat de ziekte je wordt aangereikt via de buitenwereld. Ja. En toen jullie relatie, tot zoals wij toen elkaar leerden kennen, toen jullie relatie op het beëindigen stond, toen was je bijna zover dat je... de ziekte over. Dat je ook ziek werd. Ja, bedoel je dat je toen de tijd heel terugval had? Ik vond je toen minder autonoom en doorgericht. Omdat het toen vooral ging. Omdat er kon jouw partner toen ook niks aan doen. Maar die stelde allemaal vragen. Hoe ziek is Bart? Is hij wel goed hier? Is hij wel zus? Moet hij niet gaan wonen in een huis met invalide mensen? Is eigenlijk allemaal die twijfelde aan de competentie heel sterk. En als je dan niet oplet, denk ik dan, tenminste zo heb ik het begrepen later uit jouw leven, dan neem je dat over. Dat heb jij niet gedaan. En dan de mensen weer beslissen wat er gebeurt. Ja. Ja. En dat heb je radicaal toe gekanteld. Ja. Dan ben je veel meer weer de invloed gaan uitoefenen op je eigen woonsituatie. Ja. Op de financiële situatie. Ja. Met de opvoeding. Ja. En dat kinderen 2 dagen hier gebleven worden. Ja, heel pertinent. Ja. En dat je ook je vaderrol weer heel sterk benadrukt hebt. En dat is ook altijd goed gedaan. Ja, heel goed. Ja. Eigenlijk heel goed, denk ik. Ja. Maar dat zullen de jongens zelf wel... Ja, de jongens zelf wel... Ja. Ja, een belangrijk punt dat ik dan toevoeg... dat met een subjectieve eigenheid te maken heeft. Ja. Dus dat... Zeg maar, dat ook... geschreven
Dit is hier verhaal bij je persoonlijkheid. Dat ik bijvoorbeeld gewoon niet in staat ben om te communiceren. Ja. Dat is puur motorisch aangelegen. Ja, een mechanisch probleem. Ja, een mechanisch probleem feitelijk. Ja. Dat ik niet kan zeggen wat ik zeggen wil. Ja. Of niet zo tempo. Of niet zo snel. Dus, ja. Ja. Je kunt je niet meer poneren. Nee. Dus je bent dan afhankelijk. Het is een vrij te forceren. Sorry, zeg. Het is vrij te forceren. Want ja. Het geel wil wel. Ja. Ja. Ja, zeker. En dat brengt een bepaalde afhankelijkheid mee van anderen of ze je willen ontmoeten, in principe. Ja. Ja. Kort na het begin van mijn studie in tropische landbouw, die in Wageningen, werd duidelijk dat mijn vader ziek was. Er was niets aan te doen. Zomers een week met bloedheet weer. Veel zwemmen en surfen. Ik vond dat toen al heel moeilijk op zo'n plank te staan. Ik was me daar heel bewust van. Maar gaf daar verder geen betekenis aan. Ons pa had ook zwakke enkels, so what? Wekelijks stond ik, na een warme knuffel met mijn vader, bij de bushalte te huilen als ik terugging naar Wageningen. Ook nu ik dit opschrijf, na 33 jaar, zit ik te huilen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik dat niet heb kunnen verwerken. Ik mis hem. Er ligt een soort olie op het water, hè? Zie je dat? Een beetje blauwe gloed daar. Het zal wel... Ja, het kan wel van de brand komen. Ja, dat denk ik. Hey, dus je wordt een ster in je eigen film? Ja. Het is wel heel leuk zo'n een nicht hebben die een film van je gaat maken. Ja. Geluk. Die weet Zurich om dan... Komt het Zurich om hier te filmen? Ja. Kom wel bij Zurich. En is dat nou jouw idee geweest en heb je haar gevraagd? Of was ja. Ja, ja, ja. Ja, die idee stond bij 2012. Ja. En ja, langzaam geworden tot wat is, zeg maar. Ja. En in 1985 ben ik voor stage 9 maanden naar Kenia gegaan. Ik ben 3 maanden, 6 dagen per week, 12 uur per dag... met de tolk Jane het veld in geweest. Twee dingen die zij, Jane, altijd tegen me zei...
You are a womanizer. And you cannot walk. Ik heb Jane in de zomer van 2011 met mijn kinderen Joep en Richard gezocht in de bush en gevonden. Het was zo vertrouwd alsof het 26 jaar terug was. Ze was niet verbaasd mij in een rolstoel aan te treffen. Ze was de eerste, nog ver voordat er een neuroloog aan te pas kwam, die constateerde dat ik niet kon lopen. Goedemorgen. Goedemorgen. De tijd komt weer, hè? Wat zei je? De tijd komt weer. Ja, dat is uiteindelijk beter weer. Het is wel zo groot. Ja, dat klopt. Maar het is nou zo hoog. Ze scheelt. Ja, dat is ook. Ja. Vasthouden? Ja, zeker. Ja, dat is wel goed. Ja, dat is wel goed. Ja, dat is wel goed. Ja, dat klopt. Jij bent oud, ja, dat klopt. Ja, dat klopt ook. Ja. Je houdt ook vlak of vlak. Ja. Hoe ben je over 10 jaar oud? Ja, ik ben 71 dus. Nee, ik weet het niet. Ach, wat zo. Ja. Dus, Ja, dat is dat veel. Ja, dat is goed, dit denk ik wel. Nee, dat is het. Ja. Dus je moet je even. Dus het lijkt me een beetje. Raar, want ik geloof dus dat 71 jaar was een kievit rond. Ja, maar, ik loop 71 jaar en als een kievit loop ik rond. Ja. En ja, ik zit in een heel andere positie. Dus ja. Dat is heel fout zijn. Dat is ook een beetje onwerkelijk. Ja. En, maar dat is waar, jij krijgt ook water in de zon, hè? Ja. Dat is veel water. Dat is veel water, ja. Dat is veel water. En dat is ook om je voorgesteld op de veld. Ja, ik denk kleine water, want ik heb... anderhalve liter zonnebloem vandaag. En dat is in principe vroeger allemaal. Ja. Maar ik denk dat er nog nummer te zijn. Maar het is bij het water vandaag erbij. Dus 900 liter. Ja, dus elke keer 50 centimeter dan. 15 liter keer 15 liter. Ja. Ja, wist je nou niet dat je dus niet meer kunt proeven? Dus dat, Ja, dat doen we maar.
op de zorg dat het stadtuin wat dingen uit van onze eethuis waar dan dingen aan bereid zijn. Ja. Dat mis ik wel eigenlijk. Maar het is niet anders. ...1986. Terug in Wageningen. Een cultuurschok en een gebroken driehoeksverhouding. Een onrustige periode tot ik eind 1987 met een aantal anderen in een flat ben gaan wonen. Rust. Als we naar het café gingen, namen we de benenwagen. Ik ging dan stevast over het asfalt lopen, terwijl anderen over de stoep liepen van scheef liggende tegels. Dit tot ergernis van de stoepwandelaars. Dit was een reflex, geen bewuste keuze. In diezelfde periode bemerkte ik dat de binnenzijde van de ene voet steeds tegen de andere voet stootte. Ik had het gevoel dat alle natuurlijke spanning uit mijn voet wegviel. Alsof mijn voeten een soort plumpudding vormden. Of een kwal op een droog strand. Iets was er niet goed. Dat benauwde me. Na een lange weg van huisarts, zenuwarts, orthopeed, werd uiteindelijk in 1990... de diagnose gesteld in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. HMSN. Het had nu een naam. Intussen, kort daarvoor, was er ruimte vrijgekomen in ons studentenhuis. Zij was een van de vele sollicitanten. Het enige wat ik me daarvan herinner was dat ze vreselijk stomme schoenen aan had. De eerste avond heb ik gezellig met haar zitten praten bij de 1 mei-viering. Afijn, ik ben als een baksteen gevallen voor haar. Afgestudeerd, aan het werk, tot over mijn oren verliefd. Met een vaag ziektebeeld.
Ja. Maar dat is denk ik wel... Nou zit je te filmen. Dan gaat het over een leven. Dus het, maar ik heb verslagen van jou geweest. Dan zie je dus dat je hebt het steeds over dat dubbelleven. Je hebt die ziekte van jou, zoals ik het lees bij jou, heb je al heel veel voelen komen. In principe. Je zwakke enkels of je... Ja, je hebt allemaal van die mooie voorbeelden wat dan niet lukte als puber. Mm-hmm. Zodat je allemaal van die signalen van het lijf, het lijf gaat opspelen. Dat was voor jou een gegeven. Eigenlijk was voor jou een gegeven dat het lichaam niet wilde meewerken. Nee. En dat er een ziekte zou komen was voor jou niet verrassend. Nee. Niet verrassend eigenlijk. Nee. Maar je hebt je er bijna nooit... Ja, je hebt ze er nooit door laten... Je hebt nooit door laten bezig. Nee. Nee, dat is ook wel... Het moeilijk met de ziekte op een gegeven moment, want... Soms ben ik gewoon appelflap als ik op sta. Een appelflap? Ja. Zo. Ja. En... Het kost mij op een gewone dag, tegen 2 uur, dat is wat ik ga doen. En... Dan heb ik altijd het gevoel dat ik redelijk goed kan functioneren. Behalve praten het ook niet. Dat is jouw topsport, ja. Praten kost mij gewoon veel moeite. Ja. Niet dat ik niet de lucht heb, maar dat ik niet kan... motorisch niet kan formuleren wat in mijn hoofd aan boven gaat. Ja. Ja. Maar daarom denk ik ook dat... Want jij hebt wel eens gezegd, ik ben niet zo eenzaam, terwijl... Voor buitenstaanders lijkt je heel eenzaam te leven. Ja. Je hebt natuurlijk gigantisch veel mensen om je heen, maar hier... Maar ik denk dat het belangrijk is dat je je eigen leven kunt bepalen. Ja. Dus de dag. Ja. Dat het prettigst is. Ja. Want de buitenwacht kan alleen... Die kan alleen hinderen. Ja. Ondanks dat ze goede bedoelingen hebben. Ondanks goede bedoeling. Ja. Ja. Ik voelde dat mijn toekomst heel ongewis was. Ik vreesde wat komen zou. De spierziekte was latent aanwezig. Ik leidde een gewoon leven, maar maakte regelmatig uitstapjes naar het ziekenleven. Een dubbel leven, een inwendige strijd met mijzelf. En een strijd met de buitenwereld, waarvan het ziekenleven er niet mocht zijn. In 1995 werd Richard geboren. De eerste 9 maanden heb ik voor Richard gezorgd. Toen was ik werkzoekend thuis. Het was heerlijk om hem te zien groeien. Toen stond eind 1995 mijn baan in de krant. Een trainer-coach bij onderwijskunde. Ja. Normaal genomen ging ik om 5 uur naar huis. Sleepte ik mezelf naar de bushalte die maar 500 meter ver weg stond. Ik wist soms haast niet hoe ik daar moest komen. Niet normaal voor iemand in de bloei van zijn leven. Bovendien viel het me in die tijd voor het eerst op dat ik problemen kreeg met het oppakken van losse vellen papier. Het tastgevoel nam af.
In die tijd raakte ze zwanger van Joep. Dat ging allemaal zeer vlot. Ik hoefde haar maar aan te kijken of ze was zwanger. Zij werkte toen meest in het buitenland. Ik bleef met de kinderen. Ik heb daarvan genoten, terwijl ik wist dat ik roofbouw op mijn lichaam pleegde. Met de Bartoms. Ik wil geen rent is weer morgen. Ja, klopt. Om 9:45. De Wolf is 2 uur geleden. Zwembad. Ja. Het was in die periode, begin jaren 90, dat het overduidelijk was dat mijn fysieke capaciteit terugliep in het geval van overmatige inspanning. Te moeten toegeven dat je lichaam in hoog tempo aftakelt, dat gaf veel verdriet. Maar mijn verdriet mocht er niet zijn. Ik zat in een patroon waar ik vroeger thuis ook in zat. Emoties mogen er niet zijn. Doorzetten, jongen. Er zit een sloper in mijn lijf. Een sluipmoordenaar. Geen pijn in je voet? Nee. Kan je het voelen als ik hem vast hou? Nee. Voel je niet, hè? Nee. Ook niet als ik de tenen beweeg? Nee. Jaarlijks ging ik voor een routinecontrole naar de neuroloog. In januari 2000 was het weer zover. Echter, het verliep heel anders.
Wij kwamen binnen bij de neuroloog. Wij wilden over de erfelijkheid praten. We waren nauwelijks in gesprek. Hij keek me nogmaals indringend aan, excuseerde zich en verdween. Hij kwam snel terug. Maar het leek voor mij wel een eeuwigheid te duren. Toen had ik het Spaans benauwd. Ik bleek een heel andere spierziekte te hebben dan ze 10 jaar geleden gedacht hadden. Toen die neuroloog ons binnen zag komen, was het voor hem al duidelijk. Mijn hangende oogleden zijn het typische kenmerk van mitochondriële myopathie. Een defect in de energieaanmaak in de cellen. Er is niets aan te doen. Ik kan alleen heel goed voor je zorgen. Het klinkt allemaal heel plat en zo makkelijk. Maar dat is het niet. Het is een proces van aanvaarden. Pleeg geen verzet, maar dat is iets anders dan accepteren. Dit is niet acceptabel en onvoorstelbaar. Het was een chaos in mijn hoofd. Het interesseerde me allemaal geen donder. Wat ik had, dat had ik. Wat voor etiket neurologen daar ook opplakten. Alles eraf, ook de snor. Zijn? Alles eraf, ook de snor. Ja, ja. Alles eraf. En misschien een mooi voorbeeld dat ik nu in het winnen schiet, is dat ik. Ik heb een coach aangesteld destijds om te begeleiden naar het werk. Van, oh ja. En op een gegeven moment speelt het een rol van: wat hou ik op, hoe lang ga ik door en hoe ga ik verder? En dat heb ik al een discussie gehad. En toen op een gegeven moment merkte dat ik niet meer kon zeggen wat ik wilde zeggen. Die periode dat het lichaam praatte. Ja, ja. Toen was het duidelijk. Ja. Er hoefde niemand van buiten te zeggen. Toen was het voor je communicatiemogelijkheid. Ja. Ja. Dat was voor mezelf een duidelijk van nu is het punt. Ja. Ja. Alhoewel ik het wel altijd heel erg. Het klinkt net alsof ik zeg van, god, wat heb je dat goed gedaan. Je hebt ook dingen natuurlijk niet zo goed gedaan, maar
ik vond wel dat je dat wel, dat je wel de duivel aan de tachten was door juist, je had een baan in het communicatieve. Mm-hmm. Want jij moest docenten instrueren, feedback geven, juist op hun prestatie in het communiceren. Yeah. Maar dat moest je doen met je eigen communicatie. Yeah. En dat was juist toch datgene wat, ja, wat bij jou aan het afkalven was, bij wijze van spreken. Ik heb mensen minder het gevoel dat de communicatie maar goed ging. Ja. Gedaan, maar ik vond het zo mooi dat je dat tot het, zo lang tot het uiterste hebt gedaan. Ja. Kijk, snap je, er zijn mensen die haken af omdat ze niet meer zo mooi of zo snel of zo. Je hebt tot het uiterste heb je communicatie benut in het werk. Ja. En dat, ja, dat is een beetje, dat vind ik wel een beetje kenmerkend voor jou eigenlijk. Dus dat je dat niet, dan ga je niet uit weg. Mm-hmm. In principe. Ja. Want het was niet je sterkste punt. Nee. En, maar het werd wel je baan. Ja. In 2007 contact met mijn neuroloog. Ik had toenemende gevoelsstoornissen. Na bestudering van MRI-scans kwam hij met de mededeling dat de kleine hersenen waren aangetast. Deze combinatie van mitochondriële myopathie en aantasting van de kleine hersenen wordt SANDO genoemd. Daar ben ik vies mee in de aap gelogeerd. Weer een nieuw etiket. De fut begon eruit te gaan. Ik zou er een ontzettend drama van kunnen maken. Zo van, kijk eens wat mij gebeurt. Een tranendal zonder weerga. Ik ben de ziekte. De drama-variant. Dat die er is, dat ontken ik niet. Ik wil er zo goed als het kan mee leven, hoe moeilijk soms ook. Maar ik wil er niet heel de tijd mee bezig zijn en erover praten. Ik ben Bart en niet die ziekte. Ja, dat was bij ons. Ja. 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 Van de oudheid. Aineas draagt zijn vader Anchises uit Troje. Ja, brandende Troje.
hallo, daar Bart. Hey, leuk jou weer te zien, jongen. Hey. Hoe is die? Goed. Ja, mooi zo. Goed zo. Ja, het ziet er goed uit. En wat wil je die mensen meegeven? Wat is jouw diepste en helderste intentie daarin? Ja, mensen is begrip hebben voor de subjectieve reiswereld. Dat zou je eigenlijk hebben de reiswereld van ieder individu verder totaal anders is. Mijn hoofd gaat ingesteld op mijn lijf. Ja. Wat ik als assistent bijvoorbeeld van dit project zeg, maar we zonden met zo'n stilo. Oh, mijn stilo. Ah, ja. Soms heb ik gedaan. Ja. Dus heb ik wel tijd gekost. Ja, dat heb ik wel tijd gekost. Hé, hey, maar als je dan naar de wc gaat, kun je een kont afvegen dan? Ja. Dat wel, hè. Dat is geen fijne motoriek. Blijf maar zitten. Nou. Ja. Ik kan het zelf. Kun niet zelf. Ja. Ik kan blijf maar zitten. Ja. Ja. En ik kun je vandaag gaan doen. Maar voor. Ja. Ja, ja, dat zijn die kleine praktische problemen, hè? En ja, die bepalen wel je leven, hè? Ja. Wat samen. Ja. Dus alles wat ik doe, dan moet ik hulp vinden op. Moet de hulp hebben op. En die is hier in de buurt ook gewoon altijd. Ja, hier achter de winkelplaats. Dat is een dat zij wonen. En er zitten de mensen die me komen helpen met. Ah ja. Bijvoorbeeld op van de commandant. Kom kont afvegen, mijn broek omhoog. Kont afvegen, doe ik gewoon zelf. Dat doe ik toch zelf? Ja. Oh, ik dacht dat het niet ging. Nee, het was een pret. Zelf doen. Dat zeker was een pret, maar ja. Ja. Dat kon ik wel eens gaan doen. Maar voorlopig maar niet, hè? Dat is niet voorlopig. Nee, precies. Ja. Ja. Bart, het is al een tijdje geleden dat tante Seef gestorven is, hè? Mm-hmm. Ja, mijn moeder was goed in de eind, zeg maar. Dat was hem? In de eind. Ja. Dus ik denk dat het wel een verlossing was. Ik denk dat nog heel vaak, hè? Daar ben ik vaak nog bezig. Mm-hmm. Maar ik heb niet voor dat mijn moeder mis of zo. Weet je niet wat hij gespeeld had? Komt het voor deel van de familie's of komt het van de pond? God, ah, mijn god, oh ja. Ja, ja. Ja? Wat we al hebben ingespeeld. Kan ik ook in de raam op 120 kringen? Want hoe zit het dan precies? Dat, kon jouw moeder jouw ziekte dus eigenlijk niet accepteren? Nee, ik heb het niet accepteren. Nee. Was ze zichzelf misschien de schuld of zo? Nee, ze zeggen dat het idee van schuld speelde heel erg goed op, maar ja? Van dat het toch niet aan gedaan. Het is goed stil te staan bij hoe beelden kunnen vertekenen. Of hoe ik ervaringen na zo'n korte tijd vervorm naar beelden. In gedachten heb ik zo'n beeld dat Henk, gelijk een voetballer die scoort, op zijn knieën naar me toegegleden komt. En me omhelst alsof ik de verloren zoon ben. Ik vond het heerlijk warm. Ik voelde me geborgen. Dat ik er mocht zijn.
Maar goed, ik heb jou ook nooit als zieke gezien. Zo ervaar ik mezelf ook niet. Hè? Zo ervaar ik mezelf ook niet. Nee. Alleen toen inderdaad, toen je lichaam dus echt... duidelijk signalen gaf van... ik hou ermee op, want ik heb wel eens moeten lachen om die bril van jou. Dan weet je dat met die haakjes. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Dat je dus echt die oh, really? Ja, is dat deze? Nee, hè? Dat er dus echt, dat je bijna als een dat je aan je lichaam gestoten wordt, als bijna als aan een auto. Ja, dan zie je van, ja, dan zie je dat het lichaam zo heel centraal komt te staan. Snap je dat? Dan zie je dat pas, eigenlijk. Je moet dus echt het lichaam het leven overnemen, dus waar. Ja. Steeds dominante rol in spelen. Ja, ik denk dat je dan, ja, dat je dan verrekte sterk moet zijn, omdat het lichaam, ja, je moet het lichaam gaan overwinnen eigenlijk, hè. Sinds ik alleen woon, is de achteruitgang sterk toegenomen. Langzaam glijdt mijn lichaam onder me weg. Ik merkte ook dat mijn emoties afvlakten. Vroeger kon ik daardoor meegenomen worden. In positieve zin, in alle vrolijkheid. Of in negatieve zin in alle verdriet. Ik was zo'n type van himmelhoog jauchzend, zum Tode betrübt. Die pieken zijn eraf. Door mijn fysieke beperkingen weet ik geen uitdrukking te geven aan emoties. Daardoor lijk ik emotioneel afgevlakt. Dat is wat de buitenwereld aangeeft. Ik zit opgesloten in mijn eigen emoties. In de jaren vanaf 2007 doen zich in steeds hoger tempo allerlei problemen voor. Net als in een achtbaan, die eerst rustig voortkabbelt en dan in hoog tempo via allerlei loopings in een schijnbaar ongecontroleerde vaart voortraast. Totdat mijn hart of longen het begeven.
Boom. Fini. Oh, en ik ben zo bang dat ik mijn zicht verlies. Des te meer aangezien ik alles met mijn ogen controleer. Omdat ik geen gevoel in mijn lijf heb, vraag ik me af waar mijn voeten zijn. Einde juli 2012 kwamen we terug uit Egypte, de kinderen en ik. Maar de eerste week dat ik weer werkte, kon ik niet meer praten, eten en drinken. Hiermee viel het doek. Niet kunnen staan en lopen valt nog op te lossen met een elektrische rolstoel. Ergens sluimert er iets in mijn lichaam dat zegt dat ik het niet lang zal maken. Alsof het leven mij niet gegund is. Het belang van het lichaam dat spreekt. Luister goed naar je eigen lichaam. Het spreekt. Het essay dat ik geschreven heb na lezing van de geschriften van Merleau-Ponty. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik bevind me in een soort vacuüm. Er is geen weg terug en de weg vooruit is volstrekt onduidelijk. Koud, eenzaam en onvermijdelijk. Er is geen enkel houvast, geen perspectief. Laat staan vergezichten of hoop. Alleen hopelijk een mooie dag. Een morgen, gevuld met een uitstapje. Of een lijst met therapeuten of dokters die afgewerkt moet worden. Eén ding is duidelijk. Ik ben op. Volledig op. Uitgemergeld. Gesloopt. Ja.
De zoektocht naar warmte, geborgenheid. Paradis perdu. Een plek waar ik mag zijn. Ik ben veel alleen, maar voel me niet eenzaam. Ik heb mijn handen vol aan mezelf, maar ik weet niet waaraan. Ik heb een ontzettende behoefte aan warmte, ook lichamelijke warmte. Om tegen iemand aan te kruipen, 's nachts in bed, die een arm om me heen slaat. Maar waar het veel meer om gaat dan om die fysieke warmte, is de nabijheid, de intimiteit. Het emotioneel niet alles alleen te moeten dragen. In die zin ben ik wel eenzaam. Mm-hmm.